NEC speelde vrijdagavond de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht en het won met 3-1. Na de wedstrijd spraken we met Frank Sturing en Adrie Bogers. Adrie Bogers, van harte gefeliciteerd. Wat vond je van de wedstrijd? Bij vlagen goed. En uiteindelijk moet de uitslag denk ik groter zijn. Maar uiteindelijk wel tevreden over de wedstrijd en over de uitslag. Wisten dat we moesten winnen en dat hebben we gedaan. Ja, als team gaat de laatste tijd beter, gaat goed. Veel overwinningen op rij natuurlijk. En persoonlijk, ik denk dat ik die drie wedstrijden gewoon prima heb ingevuld. Geen gekke dingen gedaan en blij dat we drie keer hebben gewonnen. Als je nu naar de stand op de ranglijst kijkt, wie kun je er dan uitpikken als echte concurrent voor NEC? Als je nu kijkt zou je zeggen Fortuna, die staan natuurlijk het dichtstbij. Maar ik denk ook de Graafschap heeft volgens mij ook een hele goede reeks. Dus dat zijn op dit moment wel de concurrenten waar je rekening mee moet houden, denk ik. Af en toe kunnen die inspeelpaasjes wel wat beter. Ben je het daar mee eens of niet? Ja, af en toe is het slordig, dat ben ik mee eens inderdaad. En hoe is de wisselwerking met Van der Pavert? Ja, goed eigenlijk. We hebben eigenlijk niet eerder samengespeeld in een wedstrijd. Maar het voelt gewoon natuurlijk aan. We coachen elkaar goed en dat gaat goed. En dan die fantastische paas, beschrijf hem even. Ja, ik kreeg terugspeeld van Guus Jong volgens mij. En toen zag ik Sven diep lopen. En ik dacht, ik raakte niet helemaal goed, moet ik zeggen. Maar het pakte goed uit en de keuze was goed. Ja. Maar ik dacht, is dat bij het spel? Daarom jeugd ik niet. Maar was dus blijkbaar dat het niet over lijn was, maar wel. Dus ik had eigenlijk niet in de gaten dat die telde. Nou ja, ik denk wel dat Go Ahead met die selectie die ze hebben ook wel hoger op gaat komen. Dus wij kijken in eerste instantie naar onszelf. Belangrijk is dat je eigen wedstrijden wint en dat je goed speelt. En dan zien we uiteindelijk wel wat die anderen daarmee doen. Ja, je raakt hem fantastisch. Ja, laten we het daarop houden. Hey, dankjewel hè. Heel veel succes hè. Ja.